Hallo en welkom bij aflevering 203 van de Erlanding Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Pieter van Os. Het is overigens de tweede keer dat hij in de podcast zit. Pieter heeft ruim 30 jaar internationale ondernemerservaring op het snijvlak van technologie, medewerkers en marketing. Hij is een ervaren trainer in de scaling-up methode en werkt sinds 10 jaar actief aan betekenisvol ondernemen. Het is zijn missie om succesvolle bedrijven te inspireren en op te leiden om een verschil te maken in en voor onze wereld. Pieter gelooft dat de grenzen bereikt zijn van hoe bedrijven tot nu toe groeiden met hun eenzijdige focus op lineaire economische groei. Het heeft die bedrijven veel gebracht, maar tekenen wijzen erop dat het nu echt anders moet in plaats van meer, meer, meer. Maar hoe? We zaten in het mooie kantoor van Scale Up Impact in Hoorn om meer te leren over zijn nieuwe boek, De Betekenisformule. Voordat ik verschillende vragen stel over de formule wil ik iets anders leren van Pieter. Het gesprek begint dan ook over hoe Pieter betere beslissingen neemt. Eerder al deelde hij zijn systeem met mij voor betere beslissingen. Nu deelt hij dit dus ook met jou. Hij vertelde ook over een nieuw experiment voor beslissingen die hij nu doet. Daarna vraag ik hem over alle onderdelen van de betekenisformule om jou te laten zien wat dit betekent voor jouw bedrijf. Veel plezier met de inzichten van Pieter. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning. Ik zit in Hoorn. In een fantastisch pand. Hoe oud is dit pand eigenlijk? Dit pand zal denk ik 1670 of zo zijn. 1680. Dat bedoel ik. Jezus, ongelooflijk. En ik zie weer Pieter van Os. Welkom opnieuw in de podcast, Pieter. Dankjewel. Want een paar maanden geleden ben je in de podcast geweest. En toen hebben we een soort start gemaakt, aanvang over je boek. Maar toen was het nog niet uit. Had je het al wel geschreven, maar nu heb ik het hier voor me. En ik heb opnieuw een aantal vragen voorbereid. En waarom? Omdat het onderwerp super interessant is en belangrijk is voor de wereld. Is mijn visie. En op dit moment speelt. Het speelt op dit moment enorm. Maar dat is natuurlijk ook omdat jij er middenin zit. Dat zou inderdaad goed kunnen, in geval kunnen zijn, ja. Pieter, het boek is nu uit hoe lang? 23 januari van dit jaar. Wat heeft het tot nu toe voor je gedaan? Het heeft veel gedaan. Ik heb een paar spontane referenties gekregen, maar veel meer nog, als ik ergens ben en ik laat het boek achter, eigenlijk als een soort visitekaartje, dan maakt het toch meer indruk dan dat ik een visitekaartje achterlaat. Maar wat nog mooier is, als ze later dan bellen, dan gebruiken ze al mijn taal. Dan hebben ze het boek gelezen, dan gebruiken ze dingen uit dat boek. En dat maakt het voor mij zoveel makkelijker om verbinding te leggen. Dus dat is erg leuk. En het allermooiste was een klant die belde, die zei van nou, dit boek is echt zo goed. Ik wil het aan al mijn medewerkers en stakeholders geven. Dus ik bestel 75 stuks. Nee, en het is grappig, ik heb iets vergelijkbaars gedaan. ik had het boek gelezen en ik vond het ook zo goed. Dus ik heb het aan allemaal klanten gegeven. Dankjewel. Er waren er nog geen 75, maar wel 10. Dus ik heb 10 boeken besteld. En dus mijn klanten en mijn mastermind collega's. Dankjewel. En dat geeft enigszins aan hoe ik denk over het boek. Hè. Ik heb een apart stapeltje in mijn kantoor liggen van boeken die ik heel belangrijk vind voor ondernemerschap. En die ik dus mensen aanbeveel. En waar ik zelf vaak in terugkijk. En daar ligt die op. Net als bijvoorbeeld This is Marketing van Seth Godin. Maar ja, er staan gewoon elementen in. En daar gaan we het zo over hebben. Waarom ik denk dat het van belang is dat je als ondernemer hierover nadenkt.
Maar voordat we dat doen, wil ik even een ander dingetje met je bespreken. Oké. En dat is, dat is een onderwerp wat mij heel erg ook aan het hart gaat. En dat is over hoe je beslissingen neemt. Ja. En wat mij aan het hart gaat is hoe je nou als ondernemer betere beslissingen neemt. Waardoor je een grotere kans maakt dat je beter onderneemt, dat je bedrijf beter groeit, wat ontspannender onderneemt. En je hebt daar een soort model voor wat je me hebt gegeven en wat ik probeer te gebruiken. Ja. Dat is niet goed, hè? Probeer. Wat ik gebruik. Ja, maar niet altijd goede beslissingen neemt. Of? Nou, dat is denk ik niet. En dan niet zorgvuldig doorvoer. Ja, oké. Dat is het meer. Ja. Leg het eens uit, het model, want jij kunt dat natuurlijk beter dan ik dat kan. Ja. Nou, het probleem is dat ik zelf altijd last heb gehad met het maken van beslissingen. Als dat beslissingen zijn waarvan ik de uitkomst, wat gewoon helemaal een nieuwe materie is. En met ondernemen kom je dat regelmatig tegen. Merk ik dat het makkelijker is om iemand te bellen die het al een keer gedaan heeft en daarvan te leren. Maar er zijn ook van die beslissingen die wel wat groter zijn. In ieder geval voor mij groter zijn. En waar ik dan mee van tussen ratio en emotie loop van, oh ja, nee, ik ga dat doen. Nee, ik weet zeker dat ik dat, nee, ik ga toch. En ik heb gemerkt, dan moet ik het opschrijven. En ik las toen een tijd een boek van Edward de Bono. En daar stond een heel eenvoudig tooltje in, wat ik later iets heb uitgebreid. En dat gaat over drie dingen. Plus, min en interessant. Even, welk boek was dat van Edward? Dat is een goede. Ik heb geen idee. Ik heb ze allemaal gelezen. Op, ja. Zoek op. Plus, min interessant. Dus dan stel je jezelf een vraag. Ik heb nu een aanvraag in, ik noem maar wat, in Duitsland. Moet ik daar achteraan? Want het is wel een belangrijk bedrijf. Aan de andere kant, ik spreek in Duits. Nou ja, zo kun je zelf verstrikt raken in een beslissing. Wat je dan kunt doen is alle plussen opschrijven. Nou, het is een mooie business opportunity. Leuke vent om mee te werken. En zo schrijf je alle plusdingen op, maar ook alle mindingen. Van, nou, als daar. Het is wel verder rijden, het is wel in het Duits. Nou, maar dan ook, en dat is nog vrij normaal. En wat mij toen heel veel ruimte gaf, is interessant. Van, hey, als ik nou niet die in Duitsland doe, wat kan ik dan wel doen met die tijd? Nou, ik kan in België of ik kan naar een conferentie gaan. En dat gaf vaak zo'n ander perspectief. Dat met name die interessant, dat is voor mij de parel in dat model. Later kwam ik erachter dat ik daarmee wel een goede analyse heb, maar nog steeds geen beslissing. En bij mij zit die beslissing vooral in het accepteren van de consequenties van de beslissing. Niet zozeer in die beslissing zelf. Dus wel of niet naar Duitsland gaan of wel of niet een nieuwe auto kopen. En ik gebruik heel specifiek wat simpelere beslissingen, want ik heb net de aandelen in mijn bedrijf verkocht. Nou, dat zijn best grote beslissingen. En die gaan ook langs dit model? Die gaan ook langs dit model, want ik heb het uitgebreid met twee dingen. Wat zijn de verwachtingen die ik heb? Dus oké, even in het voorbeeld van een klant in Duitsland. Ik neem hem aan. Wat zijn dan de verwachtingen? En dan kom ik op dingen als van, ja, natuurlijk dat hij in euro's betaalt. Nou, dat is in Duitsland toevallig makkelijk, maar in Zweden is dat weer niet. En wat verwacht ik eigenlijk dan ook van die klant? Kan die ook bij mij komen? En door die verwachtingen helderder te hebben, kan ik die, als ik dan die beslissing neem met de mensen die daar, waar die beslissing invloed op heeft, kan ik dan ook makkelijker zeggen, ja, maar dan moet het wel hieraan voldoen. Dus dat is, en ik noem dat dan de X van expectations, en dan de A van actie, welke dingen ga ik dan doen? Welke stappen ga ik nemen? Dus dan wordt het een projectplannetje. En dat is als je de actie hebt genomen, wat ga je dan doen? Dat is als ik beslissing heb. De actie die ik nu dus besluit en dan ga ik dat doen. Dus dan inderdaad als ik besluit heb genomen. Dat werkte de hele tijd goed voor mij. En toen kwam ik erachter dat ik er eigenlijk helemaal niet van leerde. Dus dat was natuurlijk ook weer een dingetje. Dus wat ik nu doe en stelselmatig doe, is op het moment dat ik dan zo'n PMIXA maak, zo heet ze bij mij, zo kan ik ze ook snel in Evernote terugvinden, plus, min, interessant, expectations, actions,
dan zet ik ook voor mezelf 3 maanden en 6 maanden later een reminder om daar even op terug te kijken. En te kijken of ik die, wat die beslissing me heeft gebracht, maar ook in mijn PMIXA, of ik daar iets volgende keer in kan verbeteren. Heb ik een invalshoek over het hoofd gezien? Heb ik aannames gemaakt of verwachtingen wel bedacht, maar niet uitgesproken? Heb ik aannames gemaakt die eigenlijk niet klopten? En zo is het in de jaren echt een stuk beter geworden. En wat, als ik dan praat over wat je vertelde, dat ik zei dat ik zelf nog met het model aan de slag ben. Ja. Is dat vooral het punt waar ik mee worstel? Maar niet zo goed woord. Dat terugkijken. Dat vind ik wel een lastig ding. Ooit in onze mastermind heb ik van je geleerd om een soort weekoverzicht te maken. Dat je een planning maakt van je week die eraan komt. Maar ook terugkijkt van de week zoals die was. Ja, reflectie. En dus daarin heb ik staan wat ging goed. Dat is allemaal van jou, hè? Voordat ja. Wat ging goed, wat kon beter. En waar ben ik dankbaar voor? Ja. Ik heb er één aan toegevoegd. Wat is een ontwikkeling voor mij? Wat wil ik ontwikkelen? Ja. En dat is fijn, want dat kan een week later. Ja. Maar als je zo'n grote beslissing neemt, ja, een half jaar later, dat wordt wel een lastige voor mij, ben ik bang voor. Ja, maar vaak zijn beslissingen bijvoorbeeld, en dat is dan een hele grote beslissing, het verkoop van mijn aandelen. Dat moet wel een tijd later, want er zitten nog zoveel consequenties aan, zoveel dingen. Het stof moet neerdwarrelen en dan kan ik pas zien wat ik er nou van kan leren. Wat is nou een beslissing die je volgens deze methode genomen en achteraf terugkijkt van, dat ging precies als verwacht en dat was perfect. Ja, ik weet niet of ik... Dat is een goeie. Want je hebt veel geleerd ondertussen natuurlijk. Ja. Ja, en veel beslissingen genomen. Er komt er niet zo één onmiddellijk in... Door de andere kant. Wat was een beslissing die je... Op het moment dat je dat invulde, dacht... dit is de beslissing die ik moet nemen. En je keek een half jaar later of wat dan ook terug. Ja. En het was totaal niet uitgepakt zoals je had verwacht. Ja. Nou, die weet ik dan wel. Dat is beslissing om voor een groep een internationale trainer te worden. Waarin ik mijn netwerk wilde vergroten. Dus ik heb toegestaan, want dat was een vrijwilligersnetwerk. Dus het betaalde minder. Het betaalde wel wat, maar veel minder. En het internationale aspect vond ik leuk. Maar mijn doel was ook om een netwerk uit te breiden. En op een of andere manier lukte dat niet. Ook gewoon door hele simpele dingen. De deelnemers die daar waren, ze gaven me geen deelnemerslijst. Dus ik kon niet daarna op LinkedIn ze uitnodigen. Dus dat kon alleen maar in de persoonlijke contacten. Dat was echt veel... Dus daar had ik duidelijker mijn expectations moeten vertellen. Ik wil het hartstikke leuk om voor jullie te doen. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn netwerk uitbreid en daarvoor doe ik het. Dus dat betekent dat ik graag wil dat er altijd deelnemerslijsten dat ik die krijg, zodat ik ze kan uitnodigen of wat dan ook. Dat was wel... En als ze dan nee zeggen, dat kan niet, dan heb jij... Dan kun je beslissing weer verscherpen. Ja, of herzien. Of anders nemen. Ja. Een van de aspecten die ik ook enorm gaaf vind wat jij doet, is in je werk als trainer, coach, in het aspect rondom scaling up bij bedrijven, is dat je dat internationaal doet. En je hebt heel veel internationaal gewerkt. En als je daar meer over hoort, moet je even de vorige aflevering luisteren. Ik zal de link daarna in de show notes geven voor de mensen die nu luisteren. Hoe doe je dat toch? Het is iets wat op mijn lijstje staat. Hoe pak je nou aan dat terwijl je je bedrijf opbouwt in Nederland en tegelijk ook dingen opbouwt in het buitenland? Nee, en dat is omdat dat netwerk voor mij zo belangrijk is. Ik ken veel mensen overal over de wereld. En daarin heb ik inmiddels een reputatie opgebouwd. Dus ik krijg ook opdrachten. Ik heb nu weer Italië. Ik heb Shanghai net gehad. Ik ben net terug uit Atlanta. Nou ja, dat weet je, dat... voor mij is dat logisch. Ja.
Maar misschien is, misschien is het daarom niet logisch. Ja, dat helpt dus niet. Nee. Dus voor mij is logisch. Maar één ding die ik snap is, je bent lid van de Entrepreneurs Organization. Ja. En je bent... En ik ben gecertificeerd gezelscoach. Precies. Dat zijn twee belangrijke netwerken voor mij. Ja, en gecertificeerd gezelscoach betekent dat je regelmatig, zoals je nu aan landen bent geweest, naar de internationale bijeenkomst gaat, of dat is in Amerika dan. Ja. En zodat je certificatie verlengd wordt. Ja, en daar ken ik natuurlijk ook veel mensen. En ook in het coachesnetwerk, waarvan er 270 zijn wereldwijd of zoiets, heb ik een goede reputatie. Dus krijg ik ook aanvragen van binnen. En dat helpt. Ja, dat snap ik. Maar je hebt ook ergens een visie neergezet voor jezelf, dat je zegt, ik wil daar wat doen. Bijvoorbeeld, ik wil aan de slag in Zweden. Dat is een fantastisch land. Ja, ja. Ja, nee, en dat internationaal heb ik altijd. Ik ben ook in Engeland, deels in Engeland en Zwitserland opgegroeid. Dus dat internationaal is voor mij altijd logisch geweest. Dus dat blijft zo. Ja, voor mij is het ook altijd logisch geweest. Maar ik merk dat ik nu weer mee worstel. Dat ik het heel graag wil en ik zoek naar wegen om het voor elkaar te krijgen. Terwijl in ons thuis hebben we niet veel gereisd, maar toen ik begon te werken als werknemer, heb ik gelijk gekozen internationaal bedrijf. Dus ik heb stage gezocht bij internationaal bedrijven en mijn eerste werkgever, ik ging naar Amerika gelijk en vandaar het ook allerlei dingen in Europa al. Dus voor mij was het ook heel logisch, want ik vond het super interessant. Ja. Okay. Ja, het internationale aspect nam met elke job die erbij kwam, nam het een beetje af. In de laatste job was het alleen maar Nederland bijna. En heb ik dat gelukkig weer uitgebreid naar Duitsland en Frankrijk. Ja. Maar ja, nu ik van mezelf ben, is het weer allemaal gewoon Nederland uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, het certificeren helpt ook, want dat geeft gelijk een netwerk. Ja. Dus aansluiten bij een thought leader of een relatie opbouwen met een thought leader. En daarin ben ik ook advisory board member. Ik heb ook in Atlanta daar een workshop gegeven. Daar investeer ik ook veel tijd en aandacht in. En daar krijg ik ook veel uit terug. Dus dat is ook helemaal prima. Dat is denk ik wel een goed punt. Je investeert daar wel veel in. Ja. Want het komt niet vanzelf. Nee, want de certificatie kost geld. Ja. Je moet reizen voor die bijeenkomsten. Ja. Maar je doet ook dingen voor hun. Ja. Je geeft trainingen. Ja. Dus er zit veel tijd in. En geld. En geld. Dat is helemaal waar. Dat is iets waar ik nog niet weet hoe ik dat moet organiseren op dit moment. Oké. Okay. Dat is een mooie ontdekking. Je begon met een beslissingsmodel. Wil je weten welk beslissingsmodel waar ik nu mee aan het experimenteren ben? Graag. Ik heb een boek gelezen en ga je natuurlijk vragen van wie dat is. Dat moeten we even opzoeken. Maar het boek heet The Dice Man. De Dobbelsteenman. En het boek gaat over een vent en op een gegeven moment is hij er helemaal klaar mee en die neemt alleen nog maar beslissingen met een dobbelsteen. En dat is echt heel erg tof om te doen. Dus sindsdien heb ik ook een dobbelsteen gekocht. Althans, en even een kleine verwondering, ik heb 12 dobbelstenen gekocht voor 1 euro bij de Action. Volgens mij klopt dat niet, maar goed, dat is een ander verhaal. En zo was ik laatst dus inderdaad in Zweden en... In de logistiek kwam iets niet uit. Dus ik moest iets anders doen. En oké, ik schrijf 6 mogelijkheden op. Oh ja, ik moest wachten. Ik was er heel vroeg en ik moest wachten op iemand die pas heel laat kwam. Wat ga ik in de tussentijd doen? Nou, ik heb daar een huis, daar kan ik naartoe. Dat is mogelijkheid 1. Ik kan gaan shoppen daar en daar. Dat is mogelijkheid 2. Ik kan gewoon lekker ergens gaan eten. Dat is mogelijkheid 3. Ik kan naar een museum. En het grappige, dus 6 mogelijkheden en dan gooi ik de dobbelsteen en dan doe ik de mogelijkheid die dan de dobbelsteen beslist. Het grappige is dat daarna bij mij onmiddellijk begint van ja, maar wacht even, die is het helemaal niet. Waardoor ik beter en dan pas eigenlijk ook beter voel van nee, maar wacht even. Oh, dus ik heb het dus nog niet gebeurd, maar ik kan me zomaar voorstellen dat ik ga cheaten op mijn eigen dobbelsteen. Maar het geeft wel meer informatie over niet het rationele deel, maar over het emotionele deel. Oké, dat zijn 2 dingen die me hierbij te binnen schieten. Een vergelijkbaar model, model werkwijze is het meer, hè, is dat je een munt opgooit. Kop op munt. Weet je hebt een lastige beslissing en je gooit munt op en zijn er 2 mogelijk. Dat is niet ideaal, liefst wil je meer mogelijk dan 2, want 2 is heel, heel erg begrenzend. Maar je gooit de munt op en op het moment dat je wil kijken, bepaal je eigenlijk op dat moment wat is het wat ik echt wil doen. Ja.
En dan hoef je niet meer te kijken, want dan weet je het in principe al. Ja. En dit speelt dus heel erg in op dat je... je emotionele beslissing wordt veel eerder genomen door jezelf dan de rationele motivatie erachter. En dat is een boek wat ik pas gelezen heb hierover. Dat is Atomic Habits. Dat komt hier heel erg op neer dat je veel meer uit moet gaan van de emotie erachter. Want dat is, die zijn namelijk veel sneller. Ja. En die weten het over het algemeen ook gewoon beter. En dus dat is mooi aan deze werkwijze. Waarbij met een dobbelsteen moet ik echt nadenken. Want dan heb ik twee of misschien drie opties heb ik vrij snel. Maar ik moet de zes opties vol. Ja. Wat mijn blik verbreedt. Anders dan een binair met een munt. Ja, maar het is niet goed. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad werkt. Want de emotie, ik ken het boek Atomic Habits niet. Maar ik geloof onmiddellijk dat de emotionele beslissing sneller genomen wordt dan de rationele beslissing. Ja, het heeft te maken met de plek in het brein waar wat genomen. En, maar het grappige is dus ook... wat je zegt, hè? Dus als je kijkt naar beslissingen, en dat komt uit een ander boek, je snapt, ik ben, zoals ik al zei, heel erg bezig met beslissingen. Ja. En het gaat in principe over dat als je te maken hebt met twee beslissingen, dat je eigenlijk geen uitweg hebt. Ja. Dat is niet de optimale situatie die je wilt creëren. Je wilt altijd een situatie creëren waar je tenminste drie keuzes hebt, zodat je dat het niet dit is of dat en niks anders is mogelijk. Want dat is bijna nooit zo in de werkelijkheid. Maar ja. Het lijkt soms zo, weet je wel. We moeten uit elkaar of niet. Ja. En dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is, we moeten uit elkaar of we gaan praten hoe het anders kan. Ja. Of we blijven gewoon bij elkaar. Weet je? En dan wordt het plotseling veel breder en kun je veel meer nadenken. Veel beter nadenken over je keuzes. Hè? Dus dan is een keuze niet zo strikt en heeft zoveel effect op de toekomst. Oké. Mooi, dankjewel. En hopelijk komt de beslissing nog vaker aan bod in het gesprek, want dat is wel waar ik mij heel erg over gaat. Ik wil graag van mensen leren die goede beslissing nemen. En in de tijd dat ik met je gewerkt heb, of dat we samen veel dingen hebben gedaan, heb ik gemerkt dat je gewoon altijd hele wel overwogen beslissingen maakt. Ook ondanks dat je zelf zegt, van, dus ik heb ontdekt dat het vaak niet goed was. Maar dat hoort daar volgens mij bij. Dat denk ik ook, ja. Maar dankjewel toch. Ja. Het boek, even in het kort. Hoe kwam je tot de keuze om het boek te schrijven? Want je zat bij een scale-up, bij de scaling-up methode. En hier maak je gebruik van, maar het is een stap meer. Hoe kwam je erop om die stap toe te voegen, om dat extra element toe te voegen? Nou, omdat ik ben er zelf al heel lang mee bezig. Ik ben... als ik voor mezelf een missie zou opschrijven, dan ben ik een verbinder tussen twee uitersten, of tussen twee verschillende werelden die niet bij elkaar lijken te horen. Dus ik ben ook al heel lang bezig met een concept dat heet commercieel idealisme, oftewel idealisten en commerciële, hoe kun je die samenbrengen, of hoe kun je dat in één iemand samenbrengen. Dus voor mij is dat betekenisvolle wel heel belangrijk. Ik heb veel met social enterprises gewerkt. En ik zag dat die heel idealistisch waren, heel betekenisvol, maar weer echt geen resultaat, geen tractie kregen. En uiteindelijk denk ik dat van de 200 social enterprises waar ik mee heb gewerkt, maar twee een beetje omzet hebben gemaakt. De rest, dat is wel heel weinig. Ja, de rest hebben het gewoon niet voor elkaar gekregen. En dus voor mij is dat was eigenlijk al steeds de reden. En het andere is dat het scaling up werd super, super goed. En is mede door de vorm nogal Amerikaans. En als je Vern Harnish, ook de auteur van de scaling up, ook hoort praten, dan heeft hij het steeds over gazillion. Nou, en hier in Nederland en in West-Europa is het succes, dus de resultaten, zijn belangrijk. Maar ook hoe we samenwerken en vakmanschap en verbinding. En voor mij was dat ook van, oké, hoe kan ik dat dan vatten in dat model? In dat model scaling up, waarvan ik inmiddels weet dat het supergoed werkt. En is dat te vatten? Nou, daar heb ik onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek bleek, uit de honderden klanten die we hebben, dat dat ook helemaal prima kan. En dat het, de betekenisvolle kant kun je prima in een proces beleggen. Sterker nog,
het rationele, het ritme, de specifiekheid van de getallen en van de prioriteiten. Dat, juist dat is nodig om wat echt heel goed is, en namelijk het betekenisvolle, om dat tot zijn recht te laten komen. Nou, daar heb ik een aantal klanten mee gevolgd die dat Skilling Up gebruiken en zelf een social enterprise zijn. En het bleek dat dat ook helemaal prima werkte. Nou, een boek beschrijven, dat wilde ik al heel lang. Want wij kennen elkaar ook lang. De Customer Vibes tijd ken je nog. En ik denk dat ik 170 verschillende versies al begonnen ben. En nu was ik echt klaar met mezelf. En toen heb ik besloten, ik ga een boek schrijven. En dan, vanaf dat moment was dat ook alleen maar de focus om dat te doen. Voor als je het niet weet, wat is de kern van de Scaling Up methode? Het is een model. Het is een model met meer methodiek om een bedrijf te laten groeien. Door eigenlijk de allerbelangrijkste is door alles in een proces te zetten. Dus de besluiten die je maakt over strategie en over uitvoering, over mensen. Want mensen is helemaal niet dat voodoo-achtige, maar ook dat kun je gewoon heel gestructureerd, het werven van mensen, het ontwikkelen van mensen, kun je super gestructureerd aanpakken. En dat gestructureerd aanpakken en uitvoeren, dat is voor mij de kern van Scaling Up. Ja, en dat structuur, dat is het dingetje waarvoor ik je ook over had. En dat is een element die ik ook heb gebruikt in de samenvatting aflevering 200. Heb ik dat uitgehaald? Dat wat jij zei, is dat discipline, want structuur, het hoort voor mij heel erg nauw samen met discipline. Discipline is de Achilleshiel, ja, van de ondernemer. En daar zit volgens mij de kracht van het model ook in. Ja, waarbij het misverstand is voor de ondernemer en ook de mensen met die we werken, maar vooral de ondernemer, het misverstand is, ja, maar discipline maakt mij armer. Dan heb ik niet meer de tijd. Dan zit ik ergens in een ritme en dan heb ik niet meer de tijd om er zelf over na te denken. Terwijl juist het omgekeerde waar is, en de mantra is ook discipline sets you free. Ja. Oftewel, juist doordat je een proces hebt, heb je plotseling alle ruimte om te ondernemen. Ik heb overigens ook zo het boek geschreven. Ik ben in mei begonnen en ik moest het 15 augustus inleveren. Ik heb 9 augustus ingeleverd. Ik heb elke dag 1,5 uur geschreven, 6 van de 7 dagen. En als het niet lukte, schreef ik 1,5 uur. Als het echt fantastisch lukte, stopte ik na 1,5 uur. Die laatste, dat is moeilijker. Nee, want daarna ging ik dan hardlopen en dan kwamen er weer nieuwe gedachten. Okay. En wel 6 van de 7 dagen, want ik mocht dan van mezelf 1 keer per week cheaten. Dat was niet een vaste dag? Nee. Oké. Okay. Nee, dat betekent wel, als ik dat op dinsdag deed, dan moest ik de rest, dan wist ik ook de rest van de week waar ik aan toe was. Nee. En dat ritme, dat maakte dus ook, dus als ik een trainingsdag had, dan moest ik gewoon 1,5 uur eerder opstaan. Dat maakt het voorspelbaar en dus hoefde ik niet meer na te denken. Het is net als tandenpoetsen, hoef je ook niet meer over na te denken. Nee, precies. En dat is voor mij, en daarom het boek Atomic Habits, wat ik al net noemde, dat is zo'n gaaf boekje over, door James Clear geschreven. Ja. Waar het gaat over dat je atomic betekent gewoon heel klein. Dat het atomisch klein is, de gewoonte die je hebt. En doordat je dat soort gewoonte hebt, is het gemakkelijker voor je brein om het te organiseren. En kost je dus minder energie, waardoor je meer ruimte overhoudt voor dingen die dus lastiger zijn voor je om te organiseren. En voor mij betekent bijvoorbeeld elke ochtend een artikel schrijven. En als ik, dat geldt hetzelfde als voor. Dus ik doe dat dan, ik doe mijn iPad open. Ik zet de app open waarin meditatiemuziek zit. Ik doe de koptelefoon op. Ik zet eigenlijk altijd, ik heb 3 soorten muziek waar ik uit kies, eigenlijk altijd hetzelfde nummer op. Want dat is namelijk 2 uur duurt dat. Dat is de ruimte die ik me maximaal gun om te doen. En dan open ik de Google Docs, het document waarin al mijn opzetjes staan voor artikelen. En ik pak een van de opzetjes en ik ga schrijven. En aan het einde publiceer ik hem. En het wordt een gewoonte. Ja, dat maakt het makkelijk, want dan hoef je er niet over na te denken. Precies. Hoef je niet te denken, vandaag niet, ja, het is mooi weer buiten of wat dan ook. Dan ga je dat eerst doen en daarna ga je naar buiten toe. Ja, ja, en het voordeel is natuurlijk gewoon, doordat je ritme hebt, is dat uiteindelijk als je dit gewoon elke dag doet, en je doet dat een hele lange periode, dan doe je veel meer dan de anderen.
Dus het is een opstapeling ook nog van dat wat je doet. Ja. Compounding interest, lijkt het dan een beetje op. En dus het effect wat je boekt, in jouw geval een boek, ja, dat is enorm. Ja, nee, dat kan ik onderschrijven. Ja, ik hou daar enorm van. En ik heb natuurlijk heel vaak met klanten, hebben het hier ook over. En het weerwoord wat je altijd krijgt, is, dan ben ik mijn creativiteit en dan kan ik doen wat ik wil. En ik noem dat dan een schijnvrijheid. Nee, omdat als ik niet creatief was, moest ik anderhalf uur schrijven. En grappig genoeg, na weet ik wat, 40 minuten begon de creativiteit vanzelf wel. De opstart was lastig, maar uiteindelijk kwam het eigenlijk altijd wel goed. Ik kan me niet één keer herinneren dat ik gewoon dacht van, nou, dit was gewoon anderhalf uur weggegooid. Ja. Yeah. Ik kan me herinneren een gesprek wat ik had met een ondernemer. Die heeft een vliegbedrijf. Allerlei dingen doet hij rondom vliegen, lesgeven en weet al wat. En hij zegt, ja, ik heb echt een hekel aan de structuur. Zegt hij, weet je, ik vind vrijheid heerlijk. Bij wijze van, kan ik nu gewoon mijn vliegtuig pakken. En landen in Ameland en daar gaan picknicken of gaan lunchen. Ik zag dat klopt, dat kun je. Maar wanneer doe je het? Ja. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Ja. Nooit. Nee. Ja, dat noem ik schijnvrijheid. Het idee dat je dit soort dingen kan, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar als je het nooit doet, stoppen dan maar gewoon gelijk met dat idee. Ja. Het verandert namelijk niks. Ja. Oké, okay, dan heb je even de kern van je boek. Dat gaat namelijk over de betekenis. Formule. Ja. Er zit een formule in. En die is slim en eenvoudig. Ja. Ik zocht even de goede woorden. Slim en eenvoudig. Wat is, ik heb hem hier staan, maar wat is de formule? Leg hem eens even uit. Nou, de betekenisformule is eigenlijk, in essentie is winst maal purpose. Profit maal purpose. En daar heb ik al gemerkt dat er heel veel discussie over staat. Moet het profit maal purpose zijn of purpose maal profit? Dat maakt toch niet uit? Wiskundig maakt het niet uit, maar goed, dan zie je, weet je, als je idealistisch met idealisten bezig bent, dan maakt het plotseling wel uit. Maar, en dat gaf wel mooie informatie, want ik merk, en ook uit onderzoek blijkt, dat het first profit then purpose is. Dus zorg eerst dat er winst is en ga dan aan purpose werken en niet andersom. Ja. Dus het maakt toch uit? Ik geloof dat het uitmaakt, ja. Dus als je dan naar die purpose kijkt, wat is dan purpose? Want dat is natuurlijk ook maar wat. Nou, dat blijkt dat als je daar people maal ambitie invoert, dat je eigenlijk tot die purpose komt. Het gaat om mensen. Alles is mensenbusiness, zelfs een technisch bedrijf. Maar het gaat ook over ambitie. Ik ken ook voldoende ondernemers die hebben een beetje ambitie of onvoldoende ambitie. En dat is daar. Ik heb er geen waardeoordeel over. Maar wil je echt je betekenis, je impact maximaliseren, dan moet je ook veel ambitie hebben. Dus en mensen maal ambitie. En mensen, is dat dan mensen in je bedrijf of is dat mensen in de breedste zin van het woord? Mensen om je heen, mensen in de maatschappij? Nee, dit zijn de mensen met wie je werkt. Dat kan in je bedrijf zijn. En eigenlijk daar, wat je daar moet doen als je die formule verder zou beschrijven, is de juiste mensen op de juiste plek. Maar dat geldt wat mij betreft ook voor, en dat is zo'n typische impact term, stakeholders. Wat mij betreft geldt ook voor je leveranciers, geldt het ook voor je klanten. Want als je daar niet de juiste mensen op de juiste plek hebt, je hebt een klant die niet bij je past, nou, daar ga jij natuurlijk over je ideale klant kiezen. Dan verlaag je de purpose. Dan komt er frictie en gedoe en ruzie en conflicten. Dan is het element purpose wordt dan lager. En die wil je natuurlijk, omdat je betekenis is profit maal purpose, wil je de purpose zo hoog mogelijk en overigens ook de profit zo hoog mogelijk. Ja, bij purpose dan denk ik dus aan iets goeds doen voor de wereld. Ja, nou, binnen betekenis is dat ook zo. Ja. Betekenis van ondernemen. Ja, en dus nu je het zo uitlegt, denk ik nog, ja, hoe zit het dan? Wat betekent het dan als je dan dus mensen keer ambitie doet? Dus de ambitie van ondernemen, en dus die ambitie, ligt die dan buiten de organisatie? Ligt die dan op de wereld, op de maatschappij? Of is dat ambitie van het bedrijf? En bij mij is het de ambitie van bedrijven, dus de ambitie van de ondernemer.
En ook people kun je weer verder uitschrijven als bijvoorbeeld cultuur is een element van mensen. De juiste mensen op de juiste plek met de juiste cultuur. Je zegt voor een betere wereld, het moet voor de wereld zijn, maar het kan ook voor een ander zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik ga even uit, want uiteindelijk is, ik realiseer me nu dat ik er één heb overgeslagen, het begin met de goede intentie, uitstekend uitgevoerd. En we gaan even uit van de goede intentie. Ik denk dat een criminele organisatie heeft ook purpose, maar dat is niet de purpose die we zoeken voor betekenisvol ondernemen. En de goede intentie is purpose, en purpose is people maal ambitie. En excellent uitgevoerd, of uitstekend uitgevoerd, dat is natuurlijk de profit kant. Want als je het, hoe beter je het uitvoert, hoe hoger de profit is. En dat is discipline maal leren. Dus discipline, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Want hoe meer discipline je hebt, hoe minder faalkosten je hebt, hoe minder gedoe je hebt. Omdat alles door de discipline wordt ook voorspelbaar. Voorspelbaar is een enorme competentie. Zeker als je voor profit. Ja, hier zou ik gelijk filosofisch, maar misschien wel voor alles. Maar laten we even binnen de kader van deze podcast profit nemen. Maar als je discipline hebt, zul je dus ook merken dat omdat de wereld verandert, omdat je bedrijf verandert, omdat klanten veranderen, dat iets wat vandaag en morgen goed werkt, hoeft over 3 maanden, 6 maanden, een jaar niet goed te werken. En daarvoor moet je leren. Dus op het moment dat er in het profitmotortje gedoe en gedonder ontstaat, nou, waarom is dat zo? En dan pas je de discipline aan. Dus discipline maar leren is nodig voor profit. Ja, en heb jij het over dat je dus een lerende cultuur moet ontwikkelen? Ja. In mijn gevoel, maar daarom vraag ik het even aan jou, is dat begint bij de ondernemer zelf. Die moet al een vrij lerende instelling hebben. Die moet gewoon willen, die is gewoon dagelijks bezig met onderzoeken naar andere kansen, mogelijkheden, nieuwe dingen om te leren. Ja, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs leren te zijn. Leren is ook leren over wat goed gaat en niet goed gaat. Ik ben wel met je eens dat het met de ondernemer begint. Want ik kom ondernemers tegen die niet bereid zijn om te leren. Met name uit dat zich dat ze de verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. Ja, maar het is die stomme gemeente. Ja, maar het is dit. Ja, maar het is die ene klant die heeft opgezegd, maar het ligt ook aan hem. Op dat moment leer je niet. En zo ken ik iemand die heeft nu 6 of 7 projecten achter elkaar verknald. Maar het ligt elke keer aan de knal, aan de klant en niet aan hem. Nou ja, op dat moment moet je natuurlijk ontneem je de mogelijkheid om te leren. En dat zullen de medewerkers dan ook niet doen. Ik bedoel, ja, als je zelf dan niet de trend zet. Maar hoe creëer je een lerende organisatie, een lerende cultuur? Nou ja, mijn eerste antwoord is natuurlijk weer een proces. Dus bijvoorbeeld, en daar komt mijn Friday Reflection vandaan. Wat ik overigens ook uit het boek heb. Dan ga je me natuurlijk vragen welk boek. Volgens mij, ik heb er toen 3 gelezen en echt alle 3 waren supergoed en die heb ik gecombineerd. One Thing, die ken jij? Ja. Yeah. Van Gary Keller volgens mij. Agile Results van J.D. Meyer. En een andere. Die we niet meer weten. Maar ook de reflectie. Ook dat is dus elke vrijdag popt die op in mijn to-do-lijst reflectie. En dan moet ik die reflectie maken. En ook al denk ik van ja, maar dit was echt gewoon geen leuke week. Of dit weet je, deze week ging zo perfect. Ik hoef niet te reflecteren. Ik moet van mezelf 3 dingen die goed gingen, 3 dingen die niet goed gingen en 3 dingen waarvoor ik dankbaar ben. Daardoor zie ik de patronen. Het is voorspelbaar. Het is... Maar, want kijk je dan ook vaker... Je kijkt dan terug naar anderen. Ja, ja. Dat laat ik er ook naar. Absoluut. Ja. Dus dat is nog een leerding van mij. Ja. Maar oké, even terug. Wat doe je dan in de organisatie? Hoe creëer je een lerende cultuur? Nou, moment over beslissingen. Op het moment dat de dingen fout gaan, te zoeken naar de patronen. Dus is het al een keer eerder gebeurd. Maar hoe leer je dat je mensen aan? Door de discipline, maar ook daar weer de tools voor te hebben. Zoals de PMI, IXA, de besluiten nemen en het 3 maanden, 6 maanden later
is eigenlijk ook een tool en een proces. Je doet het voor en dan laat je aan hun zien hoe dat werkt. En dan zeg je, nou, dit is hoe ik wens dat jij het ook organiseert. Ja. Ja, en dan zul je zien dat niet alle organisaties de discipline kunnen opbrengen. Nou, daar kun je dan weer van leren. En zo pak je dat op. Is dat dan iedereen in de organisatie? Sorry, is dat iedereen in de organisatie waarbij je dat moet, die dit moet kunnen? Of is het, geldt het voor, hoeft niet iedere medewerker dit te doen? Wat mij betreft moet iedereen medewerker dat doen, tot en met de fabrieksarbeiders, als je die hebt. Of iedereen dat doet, is natuurlijk maar punt 2. Want wat mij betreft zouden het in ieder geval de A-spelers, dus de mensen die binnen de cultuur passen en productief zijn, daar zouden we voor moeten gelden. En ik denk dat dat ook, nou, ik heb, dat was ver voor Scale-up Company, in een project gedaan in de fabriek. En dat geldt ook voor fabrieksmedewerkers. De fabriek waar ik toen bij betrokken was, was in Bodegraven. En daar liep steeds een wieltje af. Nou, dan kun je wel, zonder na te denken, het wieltje er weer op te zetten. Maar je kunt ook je afvragen van, dit gebeurt nu zo vaak. Gebeurt het ook bij andere machines? Nee, het gebeurt niet bij andere machines, wel bij deze. Hé, hey, vreemd. Maar dan ben je al aan het leren. Dan ben je aan het deduceren, maar dan leer je. Ja, want dan denk ik aan de methode die dan van Toyota komt, weet je wel? En waarbij je op het moment als je zo'n een fout constateert in het productieproces, dat je het productieproces helemaal stillegt, ja, om op dat moment onderzoek te doen wat er aan de hand is en dus te leren. Ja. En pas als het weer goed is, dan weer door te gaan. Waarbij dat, ja, in het moment dat je stoplicht, dat kost veel tijd en geld, maar het bespaart dan op de lange termijn heel veel, omdat je dan vanaf dat moment gewoon beter produceert. Mooi voorbeeld. Ja. En dat is precies hoe het is. Ja. En dus moet je bereid zijn om nu de tijd aan te besteden, ook al moet je vanavond nog 100 stuks leveren. Ja, ja. Maar dat merk ik. Ik werk dan voor ondernemers die ergens tussen 5 en 25 mensen hebben, of waarmee ze werken. Is dat natuurlijk een lastige. Ze zijn vaak nog zo hard aan het meewerken in de organisatie, met werk voor klanten doen in plaats van dingen organiseren, dat ze gewend zijn om gewoon te buffelen. Ja. En dus als er iets misgaat, dan buffelen gewoon nog wat harder. Ja, nou, de hypothese die ik nu heb, is dat ze verslaafd zijn aan brandjesblus. Dus dat het niet eens buffelen is, maar gewoon dat ze echt letterlijk verslaafd zijn aan brandjesblussen. Nou ja, ik help ze daar gelukkig van af. Oké, okay, nou, mooi. Dat is mijn missie. Mooi. Nu, dat wordt toch mijn missie, want in je boek heb je het over dat intentie, dat is missie. En daarboven heb je dan nog je ambitie, dat is je b-hack. Daar begint het mee. Ja, intentie is de richting, is de energie in de richting. En die leidt tot de visie. Als je googelt op missie-visie, zie je dat iedereen andere definities heeft. En de visie is de b-hack. Dat is waar je uit wil komen. Dat is je eindpunt. En de b-hack, leg eens uit wat een b-hack is. En misschien als voorbeeld je eigen b-hack. Een b-hack is, het komt van Jim Collins naar onderzoek. Big Hairy Audacious Goal staat het voor. Oftewel, in Nederland noemden we toen de tijd het grote gedurfde dappere doel. Oftewel, een heel specifiek doel over 10 tot 30 jaar, wat zo gaaf is als we dat halen, maar ook zo onbereikbaar nu lijkt. Nou, zo hebben wij in de vorige versie, en die vind ik mooier dan de huidige versie, hebben we gezegd, we willen 1 miljard aan bruto nationaal product bijdragen. En het idee was, als we nu een klant tegenkomen die 1 miljoen euro omzet doet, en we lopen 3 jaar mee, en van 1 miljoen naar 5 miljoen, dan hebben we 4 miljoen helpen bijdragen. Nou, die BIAC hebben we gehaald. Maar dus wel door de goede klanten te kiezen, namelijk die heel veel potentieel hadden. Of al bijvoorbeeld bij, zo hebben we dus een klant gehad die al bij 250 miljoen begon. Want dan van 250 naar 500 miljoen brengen, ja, weet je, dat scheelt. Ja. En degene die we nu hebben, dat is 2025, teams in 2025. En die is wel lekker makkelijk te tellen. Dus dat heeft ook weer een voordeel. Ja, en toch klinkt die anders. Ja, dat is precies. Ja, ik denk, van mijn gevoel, in de eerste heb je meer impact, in mijn gevoel. Meer helemaal mee eens, ja.
Als je naar je BHAG kijkt, hè? En je noemde het al, dat je dus ook de juiste klanten moet kiezen om ervoor te zorgen dat ze bijdragen daaraan, dat je dat bereikt of sneller bereikt. Wat doe je dan in je selectieproces omdat, zeker zoals voorbeeld wat jij noemt, dat je ziet dat zij een potentie. Wat doe je in je selectieproces om dat te ontdekken? Voor een bedrijf of om te kijken of zij een goede BHAG kunnen hebben? Nee, dat zij een goede klant zijn voor jouw BHAG. Door een intakegesprek te doen en op een aantal harde criteria te vragen. Dus bijvoorbeeld aantal medewerkers en hoe lang ze al bestaan. En overigens blijkt dat het aantal medewerkers belangrijk, maar nog veel belangrijker is hoe lang ze al dat aantal medewerkers hebben. Dus of ze tegen een glazen plafond zit. Grappig genoeg blijkt dat de branche zegt daarin helemaal niets. En het tweede heeft wel met iets anders te maken. En dat is vooral voor de ondernemer, is dat hij ambitieus, leergierig is en coachable. En coachable vind ik een beetje een stomme term. En ik probeer het ook heel bewust, dan geef ik een suggestie. En als je onmiddellijk tegenover me gaat staan en zegt, ja, nee, maar zo werkt het niet. Oké, nou, dan niet in deze versie. Dat gaat niet gebeuren. En dat merk je al in de eerste gesprekken? Dat merk je binnen een uur, ja. Door een aantal specifieke vragen te stellen, merk ik inmiddels met de ervaring, merk ik dat in een uur. Want als je dan praat over bijvoorbeeld de ambitie van het bedrijf, dat je ergens kunt zien wat ze zelf van gevoelens hebben, want zij kennen natuurlijk de markt beter dan jij waarschijnlijk op dat moment. Absoluut. Waar ze naartoe groeien, dat ze zeggen, nou, we zitten nu 250 miljoen, en we willen groeien naar 500 miljoen. En dat kan een reële ambitie zijn. Maar het kan ook een totale misgeslagen ambitie zijn die ze nooit niet gaan halen. Omdat de markt niet eens zo groot is bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Hoe filter je dat nou uit? Dat die ambitie die ze noemen op dat moment, dat je denkt, ja, daar zie ik wel wat in. Ik merk dat ik daar zelf nogal, is de plank misgelucht namelijk. Ja. Dat is een goede vraag. Ik heb dat nog niet eerder aan de hand gehad. En dat komt misschien omdat ik het gesprek ook begin van, ja, jullie zijn, overigens, jullie zijn je eigen bedrijf. Jullie zijn verantwoordelijk voor je eigen bedrijf. En dus ik vraag wel altijd, is de markt daarvoor? En als ze zeggen, dat weten we niet, dan is een van de taken van zoek het dan uit. Als ze zeggen, ja, dat hebben we uitgezocht en die markt is er, dan neem ik dat ook aan, dat schrijf ik dan wel op. We hebben ook een contractje waarin we dat dan beschrijven. En dat neem ik dan ook voor waar aan. Wat dat betreft werk ik met ondernemers en zijn we niet een McKinsey die hele dikke rapporten en marktonderzoeken schrijft, nee. Dat is overigens wel de reden waarom we, en dan even weer veel kleiner dan 250 miljoen, waarom we zeggen vanaf 10 medewerkers, dan als ze product market fit hebben, dan zijn ze dus wel in staat om iets te doen. Als ze geen product market fit hebben, dus gewoon nog een idee hebben, dan doen we dat niet. Maar dan is er ook nog zoveel te valideren. En dat is de kans groot als je onder de 10 medewerkers zit? Ja. Ja, er zijn een paar uitzonderingen, maar eigenlijk is dat wel. Is het, dus onder 10 medewerkers, ben je nog aan het experimenteren en ontdekken of je werkelijk goede product-market fit hebt. Ja, ja. De start-up fase. Ja. Bij discipline noem jij drie dingen in je boek. Scherpe prioriteiten, zinvolle kengetallen en gestructureerd overlegritme. Scherpe prioriteiten is voor mij volgens mij helder. Wat zijn voorbeelden van zinvolle kengetallen? Nou, een van de grappige dingen op dit moment is dat we vaak klanten tegenkomen die zeggen, ja, we hebben een BI-dashboard en die laten dan echt een Business intelligence, die laten dan een dashboard zien om je vingers bij af te likken. En vaak ook met kleurtjes, rood en groen en geel. En dan denk je van, nou, wauw, dit is helemaal top. En wat ik dan doe is op een rood getalletje wijzen en zeg, oké, wie moeten we hier nu over bellen? Om te horen hoe het hier nou mee staat en wat er mee aan de hand is. En dan blijkt gek genoeg dat
Dat er twee dingen zijn. Dat doordat het een mooi BI-dashboard is, dat iedereen glazen zit te kijken, dat weten we eigenlijk helemaal niet. En de tweede, dat getal is dan ook weer vaker afhankelijk van een ander getal. En zo ga je dan op reis binnen het bedrijf. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. En ik vergelijk het een beetje met autorijden. Als wij straks met de auto rijden, dan kijken we naar brandstof. Dus de benzinemeter, of er voldoende benzine in zit, of diesel, of wat dan ook. En de snelheid, dat je geen bekeuring krijgt. Ja, er zit natuurlijk ook een olietemperatuurmeter op. Dat zit tegenwoordig wel. Maar daar kijk je eigenlijk niet op. En een watertemperatuurmeter. En als je de computer uitleest, zit er heel veel. Pas op het moment dat er iets misgaat. Je geeft plankgas, maar je gaat niet meer harder dan 40. Op dat moment ga je pas naar die andere getalletjes kijken. En voor een bedrijf is dat ook zo. Er is gewoon een handvol getallen. De bedrijf is eigenlijk een black box. Handvol getallen. Als je die meet, weet je eigenlijk alles. En als er één getal de mist in gaat, dus rood wordt, ja, dan moet je natuurlijk verder meten. Oké, nu hebben we een bedrijf wat ergens zo tussen 10 en 50 medewerkers heeft. Wat zijn volgens jou kerngetal die je in ieder geval moet bewaken? Nou ja, dat zijn natuurlijk omzet en winst en klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en eentje die niet waarvan ik vaak zie dat die niet zo voor de hand ligt, is het aantal uren dat het management, de ondernemer en het managementteam werkt aan het bedrijf en niet in het bedrijf. Okay. Als ze namelijk te druk zijn in het bedrijf, dan doen ze nu een goede job, maar dan nemen ze eigenlijk een wissel op de toekomst en dus ook op groei. Klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid. Zijn daar standaard meetmethodes voor? Nou ja, ja, de meeste gebruiken NPS, de Net Promoter Score. Die adviseer ik ook, die is namelijk zo simpel en die geeft heel veel informatie. Het lastige is, daar komt wel eens een discussie over. Overigens, ambitieus, leergierig, coachable, als ze dan gaan zeggen, ja, maar uit onderzoek blijkt dat je NPS niet kunt gebruiken omdat de Nederlandse cultuur anders is dan de Amerikaanse cultuur. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het getal hoef je niet te benchmarken met Amerika. Het getal gebruik je om je eigen voortgang te meten. En dan maakt dat helemaal niets uit. Ja, dus de eerste meting die je doet, zegt niks. Het gaat over de meting die ernaar volgt. Nee, als ik een NPS heb van plus 30... dan, en mijn collega-bedrijf in Amerika heeft ook plus 30... dan, ja, daar kunnen we een hele discussie over. Waarschijnlijk doen wij het dan net iets beter dan zij. Maar dat is een triviale discussie. Het gaat er meer over van, oké, ik ben nu, mijn bedrijf is nu plus 30. Hoe komen we naar plus 35 of naar plus 40? En ook daar weer, wat leren we daarvan? Dus we doen een event en dan gaat het veel hoger of juist niet. En dat is gewoon belangrijk om te weten. Dus ik zou die methode en niet de discussie over de methode, gewoon de methode doen. En dan blijkt dat het werkt. En voor je medewerkerstevredenheid? Hetzelfde. Oké. Okay. Ja, okay, alleen dan heet die ENPS, de Employee Net Promoter Score. Oké. Okay. En nu het gestructureerde overleg. Voordat we de opname aanzetten, hadden we het daarover over dat ik met de klant over had gehad over het overleg. Maar de meeste mensen kenden het ritme niet. Wat is een goed ritme in je bedrijf? Een goed ritme is, dat zijn 5 verschillende ritmes. En de 1 is een jaarritme. De 2e is een kwartaalritme, dus dan gebeurt er elk kwartaal wat. En het jaarritme en het kwartaalritme gebruik je om doelen te stellen. En de 3e, 4e en 5e zijn het maandelijks ritme, dus 1 keer per maand, 1 keer per week en elke dag. En die zijn alleen maar bedoeld, niet om doelen te stellen, maar alleen maar bedoeld om te synchroniseren. En als je dat dan in de structuur giet, dan hoef je namelijk ook niet na te denken. Dus ook dat is, die gaan volgens een bepaald format, er wordt niet gediscussieerd. Je weet dus ook altijd consistentie en voorspelbaarheid. Je weet altijd wanneer het af is, want dat is een van de nare dingen van vergaderen. Dan reserveer je een uur, maar dan ben je na anderhalf uur nog bezig. Als we een uur afspreken, dan ben je na een uur ook klaar. Bij het begin voelt dat heel raar, want dan is er nog zoveel te zeggen. En op een gegeven moment is een uur eigenlijk ook genoeg. Blijkt. Ja, en ik heb al mijn eigen ervaring is dat als de ondernemer/CEO of wat dan ook
de voorzittersrol neemt in dit verhaal, ja, dan dus loopt het eigenlijk altijd uit. Ja, nou, dat want die is... wil graag zijn verhaal kwijt. En er komt eigenlijk niks van de acties die genoteerd waren, wat dan ook. En iedereen luistert gewoon. Geboeid. Ik wil niet zeggen aandachtig, maar luistert gewoon. En uiteindelijk gaan we gewoon naar huis, ja. Zeg maar, een beetje op die manier. Ja, nee, ondernemer de voorzitter te maken is inderdaad niet een best practice. Wie maak je wel de voorzitter? Wissel je dat? Nou, dat kun je wisselen. Dat werkt wel, maar vaak is het iemand die op zich al gestructureerd is, dus die ook dat kan faciliteren. En dat zijn goede tips. Het is zo vaak bij bedrijven die klein zijn, waarbij de ondernemer gewend is om het woord te nemen. Ja. Waarbij ik dan altijd zeg, weet je, wat tijd dat jij er gewoon bij gaat zitten en iemand anders het woord geeft. Ja. En gewoon luistert en kijkt wat er gaat gebeuren. Ja. En heel veel je mond dicht houdt. Ja. Want dan gebeuren vaak hele andere dingen namelijk. Zeker. Dan ietsje verder in je boek heb je het over bloeien. Een interessante gedachtegang. En het gaat over successen. Ja. Leg eens wat uit hoe jij dat ziet. De kwartalen van bloeien en het succes vieren. Nou, ik word. Komen hier een aantal dingen bij elkaar. Onder andere dat ik enorm gefascineerd ben over de natuur. Volgens mij contact met natuur. Vaak hebben verloren, zeker in het zaken doen. Waar, als je de seizoenen bekijkt, ook groei is en bloei, maar ook weer en oogsten en ook weer het rusten en weer terug. Zo kwam ik ook een andere ondernemer tegen, die Floris Kouwmans van Orange Pearl, die dat echt in zijn bedrijf helemaal geïmplementeerd heeft. En zijn stelling is, daar ben ik het dus helemaal mee eens, groei kost heel veel energie. En je moet af en toe even een pas op de plaats maken. En dingen vieren en dankbaar zijn dat het goed loopt. En als je dat dan weer in de kwartaalritme doet, en de best practice is zelfs dat je dat zo om en om doet. Dus een kwartaal gaan we echt veel nieuwe klanten binnenhalen. En het volgende kwartaal gaan we zorgen dat onze processen beter worden, zodat we minder verlies hebben. Ik bedoel, want dat kan ook al bloeien zijn. Dat werkt enorm goed. Wat dat betreft is het voor... En dat is ook logisch, want ik bedoel, een sporter... Je kunt als sporter niet een halve marathon nu in 1 uur 30 lopen... en morgen in 1 uur 28 en overmorgen in 1 uur 27. En op een gegeven moment moet je even een rustpauze nemen. Dus dat groeien en bloeien, daar hebben we mee geëxperimenteerd. Zowel Floris als een aantal bedrijven als ik... hebben we nu ook een stichting voor opgericht, de Groei en Bloei Stichting. Waarmee we bedrijven helpen om natuurlijk te groeien, maar vooral ook te bloeien. Dus de andere kant even te genieten, dankbaar te zijn. Wat doet die stichting dan? Het concept van de stichting is dat er tuinmannen zijn. En de tuinman die helpt je met, net als in een tuin. Ik bedoel, want er zit een veel grotere filosofie achter. Met groeien en bloeien als een tuin. Je moet niet de dingen op het verkeerde moment zaaien. Nou, dat geldt eigenlijk voor een bedrijf ook. Dus je moet weten wanneer goede momenten zijn om te groeien en te bloeien. Zo hadden we in mijn vorige bedrijf hadden we afgesproken in het laatste kwartaal dat we geen nieuwe ideeën zouden doen. Dus we zouden gewoon afmaken waar we mee bezig waren en nieuwe ideeën schreven we op, maar bespraken we niet. En by the way, het leukste is nieuwe ideeën bespreken. En dat kwartaal gaf zoveel rust dat we daarna ook hebben doorgezet, het laatste kwartaal. Want we waren gewoon aan het einde van het jaar dingen aan het afmaken. En aan het begin van het nieuwe jaar mochten we nieuwe ideeën weer oppakken. En die tuinmannen, wie zijn dat dan? Oh, dat kunnen oud-ondernemers zijn. Dat kunnen zelfs ondernemers zijn. Het is voor een ondernemer ongelooflijk leuk om andere bedrijven ook van binnen te zien. En dat is uit mijn eigen ervaring. Ik heb regelmatig gedacht van dat in mijn bedrijf een puinzooi was. En dan nu kom ik ook wat vaker bij andere bedrijven en denk van, nou weet je, het viel eigenlijk wel mee. Dat zegt iets over je klant. maar ook iets over mij.
over perfectie. Het zegt over heel veel dingen. Nou ja. Dus daarom... met ook die ondernemers... voor ondernemers is het heel leuk om te doen. Ik snap dat helemaal. Zeker nu ik zelf... heel bewust heb gekozen voor business coaching te doen. En voor een deel komen mensen naar mij toe. Maar ook regelmatig zit ik bij het bedrijf zelf. En het is bijzonder om... het proces in het bedrijf mee te maken. Ja. En te zien hoe dat gaat en wat er gebeurt. Ik vind A, heerlijk om te doen, maar ik vind het ook gewoon heel erg interessant om te zien wat in zo'n bedrijf gebeurt. Zeker bij verschillende bedrijven. Een van de laatste stukjes waar ik het over heb is evenwicht. Ja. In principe is het natuurlijk... Het boek gaat over evenwicht. Ja. Het is natuurlijk purpose en... profit, dat je daar een soort balans in hebt. Dat is de hele kern van het boek. Maar je hebt er meerdere genoemd. Niet balans, maar evenwicht. Sorry, evenwicht. Balans is als de ene kant iets omhoog gaat, gaat de automatisch de andere kant naar beneden. Dus het zijn communicerende vaten. Evenwicht, ik denk dat het mogelijk is, en dat blijkt ook, dat je ook een balans krijg je dus niet op een hoger niveau. Evenwicht krijg je wel op een hoger niveau. Leg eens uit aan de natuur. Leg eens uit aan de natuur. Als dat mogelijk is, dat is, hè? Dat is een goede, want in de natuur is niet zo heel veel evenwicht. Is wel evenwicht natuurlijk. Als er, maar altijd kortstondig. Dat is overigens sowieso natuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, als een bepaald diersoort heel veel is, dan duurt het een tijdje voordat de vijand daarvan toeneemt. Ja. En dan komt er weer een evenwicht. Ja. Of een balans. Nou ja, en dat doet me aan iets... Dat doet maar... Nou ja, dat doet me aan iets anders denken. Aan een onderzoek wat was in de Yellowstone Park. Waar ze alle beren hebben afgeschoten. En want die vonden ze allemaal... Die vonden ze gevaarlijk. Waardoor... maar die beren... Waardoor de hele fauna veranderde. Ja. Maar uiteindelijk komt de fauna weer in een nieuw evenwicht zonder beren. De vraag is of dat nieuwe evenwicht dan is wat je wilt. Maar er is voor mij een groot verschil tussen balans, bijvoorbeeld tussen werk en privé. Dat betekent, als ik balans tussen werk en privé, want dat spreekt mensen in Nederland en het Westen vaak aan. Als ik meer privé wil hebben, moet ik minder werken. De vraag is eigenlijk anders, hoe kan ik dat evenwicht op een hoger niveau krijgen. Oké, dan... Bijvoorbeeld door leuke werk te doen. Of bijvoorbeeld, nou ja, wat dan ja, ook. Ja, dus jouw voorstel is om niet het privé-werk balans te noemen, maar privé-werk evenwicht te noemen. Ja. Dus daarmee moet je nog even de bühne op, de pers in, want... Ja, dat zou daar is zijn. Nog wel wat te doen. Ja, dat zou goed zijn voor de maatschappij, dat we dat wat beter onder controle... Maar even terug naar het evenwicht, dan zeg ik het nu goed. Ja. Onder andere had je het over mensen en processen. Ja. Leg die eens uit voor mij. Heel simpel en te simpel uitgelegd. Als ik in mijn bedrijf nu heel veel projecten binnenhaal. Ik zie echt zo'n market opportunity. Dus dan aan de proceskant. Want proces zit bijvoorbeeld ook sales. Maar ook uitvoering. En uiteindelijk het resultaat van het proces is weer profit. Maar als ik nu heel veel trainingen binnenhaal, dan weet ik nu al één ding zeker. Dan wordt iedereen druk en iedereen gaat echt zijn best doen om mee te gaan. Maar uiteindelijk wonen we de organisatie uit. Dus als ik volledig focus op een superproces met alles wat erbij hoort, dan gaat het ten koste van de mensen. En omgekeerd hetzelfde. Als ik mijn mensen pamper... Ja, dan moet ik ze natuurlijk alleen maar leuke opdrachten geven en niet al te veel opdrachten, want er moet wel evenwicht zijn, en, maar ook niet al te uitdagende opdrachten. Want dan krijgen ze weer stress en niet al te veel veranderen. Maar dus of je pampert de mensen, maar dat gaat ten koste van de resultaten, of omgekeerd. Nou, en dat, als je daar even over nadenkt, de relatie... resultaten, dat is ook zo'n tegenpol. Maar dus ook profit and purpose. En daarom is het relevant in de betekenisformule. Omdat die mensen en
processen vertalen zich onmiddellijk naar profit en purpose. En als je te veel profit maakt, dan werkt het niet. Als je te veel purpose maakt, werkt het ook niet. Het is juist het dynamisch evenwicht. Dus zorg dat er evenwicht is. En dynamisch is dat het wel af en toe even uit evenwicht mag zijn, als je daarna maar weer op een hoger evenwicht krijgt. Als je zorgt dat je dat dynamisch evenwicht steeds vindt, dan werkt het. Ja, dus, en dus is ook het vermenigvuldigingsteken logisch. Ja, ja, beide kanten van het vermenigvuldigingsteken, die moeten zo hoog mogelijk. Ja, want dat betekent namelijk dat je daarmee groeit. In betekenis, in de betekenisformule. Ja, maar überhaupt groeien. En mensen en processen, als je het veralgemeniseert, dan is dat ook, ja, dat, ja. Dan is dat ja. Is succes. Ik snap het. Nog één ding. Bepaald moment heb je het ook over het momentum. Momentum creëren om iets te realiseren, om vooruit te komen. En dan heb je het over valse... ik kan niet meer lezen wat hier staat. Urgentie. Juist, valse urgentie. Ik kan er gewoon niet meer lezen wat ik heb geschreven. Jezus. Valse urgentie. Hoe constateer je valse urgentie? Ik als medewerker bijvoorbeeld. De ondernemer legt die schetst een urgentie. Ja. En ik ben een lid van... Ik ben een A-player, een A-speler in het team. En ik... Hoe constateer ik nou dat het een valse urgentie is? Nou, mijn eerste reactie is dat voel je. En met name doordat de woorden stevig zijn, maar de daden er niet zijn. Je hebt de externe urgentie, interne urgentie. Externe urgentie is onze grootste klant heeft opgezegd, alle hens aan dek. We moeten wat, we moeten veranderen. Nou, duidelijk, helder. Dat voel je. Interne urgentie voel je ook. Want dat is een ondernemer, die is helemaal bevlogen, die ziet het. En die realiseert zich dat hij in dit businessmodel zit, maar ziet al de toekomst en is helemaal enthousiast en neemt mensen mee. Dus een interne urgentie, die voel je ook. Eigenlijk als het, ja, ik kan het alleen maar stom zeggen, maar als het niet goed voelt, dan is het valse urgentie. Dus als iemand wel zegt, ja, maar moet het echt doen? Ik weet nog dat ik een tijd geleden met een Belg zaken deed. Ja, en echt, in woorden had hij heel veel urgentie, maar in daden helemaal niet. Hij volgde niet op. Het was, als hij al wat deed, was het super rommelig. Hij was alleen maar met andere dingen bezig. Maar als ik hem eenmaal had, het contact, dan had hij het erover. En dan, ja. En dat is voor mij valse urgentie. Ik herinner me wat Vern, in mijn optiek wat vaker zegt, maar wat ik een paar keer meegemaakt in ieder geval, dat hij het over had. Urgentie zie je in je agenda. Mooi. Ja, en dat klopt helemaal. Ja. Als je zegt, urgentie is productontwikkeling, maar je hebt de afgelopen 3 weken geen enkele productontwikkelafspraak gehad. Ja, dan weet je dat er iets niet klopt. Ja. Oké. Ter afronding. 2 dingen nog. En die vraag die ik. Er zijn een paar vragen die leer ik dan standaard van Timothy Ferris. Stel je hebt een billboard, virtueel billboard, die miljoenen mensen kunnen zien. Wat zou daar volgens jou moeten opstaan? Ja, het eerste wat in me opkomt is: haal het beste uit jezelf en uit elkaar. Maar ik weet niet of dat is wat je bedoelt. Nou, dat maakt niet. Ja, of moet het een reclame slogan zijn? Nee, of moet het mijn e-mailadres zijn of zo? Nee, ik vind het... Haal het beste uit jezelf en uit elkaar. Waarom die? Waarom is dat belangrijk voor jou? Nou, omdat ik denk dat we daarmee... En dan komen we natuurlijk naar het betekenisvolle. Dat de enige manier is om de... Wat we nu meemaken in de transitie en om daarmee aan de slag te gaan. Oké, nu, hoe kunnen mensen het beste met jou contact opnemen? Wat wil je dat ze doen? Wij zijn natuurlijk het boek kopen. Ja. Dat is mijn advies. Ja. Logisch dat jouw advies is, maar het is zeker mijn advies. Ja. Maar hoe kunnen mensen het beste met jou in contact komen? Als ze nu met jou aan de slag gaan hierover.
Het allerleukste vind ik ondernemers die dan bellen of appen of e-mailen met een vraag. Ik heb deze vraag. Want de vraag daagt mij uit om mee te denken. Maar de vraag zegt, en de kwaliteit van de vraag en het niveau van de vraag zegt zoveel over waar die ondernemer staat. Dat is gewoon het allerleukste. Gewoon één vraag. En hoe stuur ik dat aan jou dan? Waar bereik ik je? Je bedoelt gewoon e-mailadres. Yeah? Pieter@scaleupimpact.com. Scaleupimpact.com. Ja, het kan ook via Twitter. @Pjotr, P-Y-O-T-R. Het kan ook via telefoon of WhatsApp. Ik ben dan meer een WhatsApper. 0655-394-395. Oh, je hebt nu gezegd, hè? Met dit bereik wat we hebben. Nee, precies. Grapje. Ik zal mijn telefoon op een airplane mode zetten. Ja, gelukkig belt er misschien iemand. Ja, we gaan het zien. Super, dankjewel Pieter. Voor opnieuw een keer in de podcast. En weet je, ik gok dat het maar zo weer kan gebeuren. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Een leuke vraag had je deze keer. Oh, de vorige keer niet dus. Ja, vorige keer ook. Dat was het. Mooie gesprek met Pieter. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show203. Wil jij vanzelf de volgende aflevering van deze podcast, en die is overigens super gaaf, op je telefoon krijgen? Als je een iPhone hebt, zit er standaard de Apple Podcast app op, zo niet, even opnieuw installeren. Op Android telefoons heb je ook allerlei fantastische apps om podcast beluisteren. Ga naar jouw voorkeursapp, zoek de Ernhanning Show op en klik op het plusje om te abonneren. Daarna krijg je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Pieter of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernhanning.nl, want dan weet ik namelijk dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil jij lezen hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf? Wil je leren hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernhanning.nl. Mijn nieuwste boek, dat is dit boek, krijg je helemaal gratis als je het e-book vraagt. Als je het fysieke boek vraagt, ook. Maar dan betaal je wel alleen de verzendkosten. Vraag nu jouw boek aan op ernhanning.nl. En het is geen heel dik boek, dus je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hamming.